De plusklas voor mij is een speciaal klasje. Dus met kleine groepjes waar dat vooral leerlingen zitten met gedragsproblemen en waar dat wij dus ook de problematiek sneller kunnen aanpakken door een speciale manier van werken. Om geen uitval te hebben, hebben we geopteerd om ze samen in een klasje te zetten, waar dat deze leerlingen dus een individueel traject krijgen, waar dat de leerkracht enorm begeleidt, zodat de leerlingen op het einde van de rit eigenlijk zouden slagen in hun jaar en dat ze ofwel niet weggestuurd zouden worden of niet zouden blijven zitten. Ik kon niet geslaagd zijn omdat mijn gedrag was niet goed en de directeur kon mij wegsturen. Als de leerkracht er zou mee moeten starten, moet het een leerkracht zijn die zeer recht in zijn schoenen staat, die heel veel haar op zijn tanden heeft, maar ook heel veel energie, want het slorpt veel energie op, omdat het zo'n speciaal publiek is. Als tip zou ik geven dat er wekelijks een overlegmoment is tussen het team, dus tussen de collega's, zodat er duidelijke afspraken worden gemaakt waaraan dat de collega's zich moeten houden, maar ook de leerlingen. Het is ook aangeraden om een beperkt team te hebben van collega's, dus maar een aantal leerlingen aanwezig te hebben in de klas. Het is ook belangrijk dat de leerlingen een vast lokaal krijgen, dat ze niet moeten wisselen tijdens de uren. Het is ook belangrijk dat je recht in je schoenen staat, dat je veel energie hebt. En dat je veel haar op je tanden hebt. En dat er ook heel veel duidelijke afspraken worden gemaakt onderling.